Daar gaan we dan. In 3, 2, 1, laat er een Wither zijn. Oké, daar zie je nu een Wither. Die regent zich heel de tijd. Oh, die gaat zich eerst nog... Oh, die gaat zich eerst helemaal 100% healen of zoiets. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Hexit. We gaan vandaag natuurlijk weer lekker verder met onze Hexit serie. Mocht je er vandaag zin in hebben en je wilt mij supporten, je mag, ik kan natuurlijk altijd alvast eventjes een like aanklikken bij je voorbaat. Dank. Vandaag is de dag dat wij natuurlijk verder gaan met onze cleaver, dat wij verder gaan met onze... of verder gaan een begin gaan maken met onze pickaxe. Dat wij een Wither moeten gaan verslaan. Dat wij allemaal andere dingen moeten gaan doen. In ieder geval, een druk programma staat weer voor ons op de planning. Laten we meteen maar gaan beginnen met reacties. Ik kan blijkbaar niet... heb ik natuurlijk vanuit de reacties dankzij jullie de lieftallige kijkers. Dankjewel, of course, daar wederom voor. Ik kan niet extra modifiers adden meer door gold en diamond dingen. Dat heeft ermee te maken dat ik Hexit speel op een oudere versie dan 1.6.4 en daardoor is het voor mij niet mogelijk om op die manier modifiers te adden, wat dus ook inhoudt dat het dus ook niet waar is dat ik met een Nether Star 33 attack damage erop ga krijgen, wat ook, of dat is sowieso boosted, zeiden mensen, maar dat ik daardoor door dus een Nether Star wel extra modifiers ga krijgen. Kortom, wat in ieder geval nu voor ons belangrijk is, is dat wij dus nu gaan zorgen voor een Nether Star. Dat we die erop gaan zetten. Daardoor krijgen we wel weer extra modifiers, in ieder geval eentje. En vanuit daar kunnen wij dan doorgaan met eventueel nog Lapis Lazuli erop te zetten. En voor de rest, ja, we kunnen natuurlijk altijd, als natuurlijk één Nether Star werkt, misschien werkt dan een nieuwe erop ook wel, hem sterk kunnen blijven maken. Met natuurlijk nog steeds meer... Nether Quartz erop te zetten. Hoe heet het spul? Wauw. Welke ondertussen ook nog even door de reacties kijk. Omdat iemand zei redstone met lapis of glowstone poeder met lapis. Dat zei iemand ook in de reacties. Ik weet niet wat hij ermee bedoelde, maar misschien dat dat nog werkt. Ik kan natuurlijk altijd even proberen of dit iets is wat gaat werken. Nou, voor dit niet. Dit werkt ook niet zo. Oké. En dit werkt waarschijnlijk ook niet met dit. Ook niet. Oh, ik moet natuurlijk wel dat ding erin stoppen dan. Op repair moet hij staan. Nou, dit werkt in ieder geval niet. Dit werkt waarschijnlijk ook niet. Nee. Oké. Nou goed, dat werkt in ieder geval allemaal niet. En zeker als we ook geen modifiers hebben, dan moeten we dat dus nu eerst gaan doen. Dus wat wij nu eerst moeten gaan doen, is natuurlijk nu in dit geval de Wither gaan spawnen. Hoewel moet ik ook nog deze dingen gebruiken om natuurlijk uiteindelijk extra hartjes te maken. Zet er ook even bij. Wij moeten dus nu de Wither gaan spawnen hier in Hexit. En nu weet ik dat er heel veel mensen zijn die zeggen, Duffy, bouw eerst een kooi, bouw dit of bouw dat. Snap ik dat mensen zullen gaan zeggen, gaat Duffy niet doen. Duffy is een bad boy. Nee, heeft niks te maken met Duffy is een bad boy natuurlijk. Heeft ermee te maken dat ik geen zin heb om ontiegelijk veel obsidian daarvoor te gaan minen. Wat dan ook allemaal. En ik heb zoiets van risk it for a biscuit. Dus we hebben deze sowieso. We hebben er hier van 5 van nodig. Voor mij hebben we 3 van deze hoofden nodig. Zo. Misschien wel vragen van Duffy, waar ga je dan in godsnaam spawnen? Heb je er überhaupt wel over nagedacht wat je gaat doen en noem het dan maar op? Nee. Ik weet of course, het is legit. Het is een bos. maar voor de rest heb ik zoiets van, we go die hard, you know? We gaan gewoon keihard ervoor. En we zullen denk ik gewoon met een boog hem aanvallen. En voor de rest, we gaan hem of course poisonen. We gaan daarvoor wel mijn skill gear aantrekken. Dat wel. Natuurlijk wel gewoon mijn beste gear. En voor de rest, ja, we zullen het zien mensen wat er allemaal gaat gebeuren. Ik weet ook niet wat ik kan verwachten. Ik heb natuurlijk deze boss wel gekilled in gewoon Minecraft, wat dan ook. Nou, dat geeft een behoorlijke chaos of course. En in dit geval, I have no freaking clue wat ik mezelf, ja, kan verwachten als het ware. Dus ik ben natuurlijk ook best wel een beetje, ja, benieuwd naar. En dan heb ik zoiets van, ja, laten we gewoon lekker de Wither gaan inspannen. En dan, of nee, inspannen, die moet natuurlijk spannen op een bepaalde manier. En dan gewoon kijken wat er gaat gebeuren. Wat ik wel wil doen, is ik neem wel even deze mee. Want voordat we gaan natuurlijk niet hier bij mijn huis doen. Dat is natuurlijk net even iets te risicovol. Ik denk zelf als we gewoon hier naartoe zullen gaan, hier waar het een beetje open is, dat we daar de beste kans hebben om hem met hem gewoon goed met hem te kunnen vechten. We kunnen dan goed pijlen op hem schieten. Hij kan wel heen en weer vliegen of course, maar ja, we moeten het gewoon hier maar gaan proberen, I guess. En dan spannen we hier gewoon een Wither in en dan moet dat goed gaan komen, I guess. Dat gaan we dus hier doen. We gaan hier dus nu letterlijk de Wither inspannen. Ik zet even mijn OBS en mijn andere scherm erbij. Vind ik wel zo handig. en dan gaan we dus hier een freaking Wither spawnen. En dan hopen dat dit goed gaat. Volgens mij moet je dit namelijk zo doen. En dan moet je hier bovenop de 3 Wither skills zetten. Als ik me niet vergis. Goed. Daar gaan we dan. In 3, 2, 1. Laat er een Wither zijn.
Oké, daar zie je nu een Wither. Die regent zich heel de tijd. Oh, die gaat zich eerst nog... Oh, die gaat zich eerst helemaal 100% heal of zoiets. Oké, en we zijn begonnen. Oké, we zijn begonnen. Ja, we zijn begonnen. Ho, ho, ho. What the fuck? Oké, we zijn inderdaad begonnen met deze freaking... Oh, yo, met deze Wither. Wither is... What the fuck? Oké. Holy freaking shit. Fucking hell. Oké, we moeten gewoon boogschieten. Boogschieten. We maken hem helemaal gek. Dus wat we moeten doen, we moeten gewoon boogschieten. Ik weet ook niet hoeveel HP ik nog heb. Full HP, I guess? Ik heb werk, maar geen idee. Ga dood. Oh my fuck. Daar fuck ben ik gewoon zo mee begonnen. Oké, kom. Ja, ook gewoon lekker zo. Die headen zo. Kom op. Die headen. Bam, bam, bam. Kom op. En dood. Ga... Oké, we hebben de Wither verslagen. We hebben de Wither verslagen, right? Holy freaky shit. Oké, we hebben een Netherstar, mensen. Ik moet zeggen, er is hier het een en ander. We gaan even daarvoor omhoog. Er is hier wat een en ander, of course, kapot gaan, zoals je wellicht kan zien. Een paar kleine explosies. Maar vooralsnog vind ik het meevallen. Ben ik blij dat we het hier hebben gedaan, want ons huis was gegarandeerd kapot gegaan. We hebben in ieder geval nu wel de loot die we wouden hebben. Dat betekent, we kunnen nu veilig naar huis toe gaan. En één ding is zeker, we hebben in ieder geval een Wither verslagen. We weten ook dat we dus nu een Wither aan kunnen. Het is een kwestie van met onze Crystal Bow goed ermee schieten. En het is op zich vrij makkelijk te doen, zeg ik heel eerlijk. Maar ja, wauw. we hebben gewoon de Wither verslagen, mensen. What the fuck? Wie had dat gedacht dat zo... Ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar zo easy ging. Wie had dat verwacht? Nou, ik niet, als ik heel eerlijk ben. Dan kunnen we nu deze doen met deze. En wat je ziet, we krijgen daardoor weer één modifier er extra op. Wauw, dus dat zou betekenen. We moeten eigenlijk heel erg veel Withers zien te killen. Waardoor wij dus de hele tijd modifiers krijgen. Dus continu Wither, 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 Wither. We gaan dit, of course gaan we dit doen. Lijkt me vrij logisch. Hoppatee. En dan moeten we nou ten eerste ook even al deze troep wegdoen. Jij mag weg. Die doen we ook gewoon even lekker weg. Oké. En dan gaan we nou even kijken. We moesten er lapis lazuli of zo nu op gaan zetten. Volgens mij wat ik me kan herinneren. En daardoor werd hij dan volgens mij ontiegelijk. Dat is in ieder geval nog iets wat we nodig hadden. Kijk. Daardoor krijgen we dus luck. En luck staat dus ja, uiteindelijk natuurlijk voor de loot. In kortom heb je door een grotere kans of course dat we dus dat gaan krijgen. Wat gebeurt er als ik deze hier al zet zo? Ik krijg meteen 10, omdat het natuurlijk bloks zijn. Dus ik kan hier beter eventjes bloks van maken. We hebben niet zo heel veel lapis lazuli, omdat ik het eigenlijk altijd heb laten zitten, als ik heel eerlijk ben. Achteraf gezien baal ik daar natuurlijk nu enorm van. Lijkt me vrij logisch, maar ja, ze zit nou in. Maar in ieder geval, we krijgen daar luck van. Gaan we dat doen? Ik wil trouwens heel snel even kijken voor de Tinker's Construction, de Cleaver Modifiers. Eventjes snel op een website kijken waar ik heel vaak dingen heb gekeken. Wat we dan allemaal anders nog kunnen krijgen met de Nether Sniper namelijk. Die hebben we nu gedaan. We kunnen... Nee, dat hebben we niet nodig. Lapis Lazuli is erg voor looting. Kijk hier, Blaze Powder. Dat is voor Fire Aspect. Dat is op zich ook natuurlijk wel nice. Gaan we dat doen? Nee, Extra Durability. Wacht, kunnen we dat nu eigenlijk doen? Als ik hier zeg maar nu... Nee, we hebben natuurlijk al gedaan. Een keer een diamond erop gezet. Dat kan ik niet. Nou, maakt ook helemaal niet uit. In ieder geval, wij doen lekker dit nu. Hoppatee. We gaan lekker ons zwaard versterken met looting erop. Fucking nice. Ik zet ondertussen hier ook nog even bij. Bam. Bam. En shangalang. No bang bang. En kabam. Oké. We hebben nu in ieder geval 69 lapis erop. Kortom, we hebben redelijk over het luck erop zitten. Nee mensen, het is nog niet genoeg luck. We moeten natuurlijk nog veel en veel meer hebben dan dit. Maar het is in ieder geval een begin. En ik ben ergens in ieder geval heel blij mee. En dat is hetgeen dat dit werkt. Dat het dus daadwerkelijk werkt om op deze manier toch weer nieuwe modifiers te krijgen. Ben ik al enorm blij mee. Want ik was toch een beetje in paniek dat ik dacht van... Oh jee, dadelijk kunnen wij geen modifiers meer krijgen. Wat dan ook. En zijn we screwed en moeten we opnieuw gaan beginnen. En noem het allemaal maar op. Is gelukkig niet het geval. Dat betekent dus dat we zometeen terug moeten naar de Nether. Om daar ontiegelijk veel dingen te gaan halen. Met name Wither Skulls. Dus ik hoop dat we ontiegelijk veel Withers zullen tegen gaan komen. Want ik wil namelijk ook nog een pickaxe gaan maken van Cobalt. En daarvoor heb ik ook een aantal dingen nodig. Als modifiers, mozzie cobblestone, lapis lazuli. En met name ook een lava crystal hebben we ook daarvoor nodig. Die we nog eventjes moeten gaan maken. En ook heel veel redstone, noem het allemaal maar op. Dus we hebben nog ontiegelijk veel te doen de komende tijd voor Hexit. Vind ik enorm awesome, want ik geniet echt van deze serie. Zeker met dit soort gekke dingen. Van ik denk van, hoe krijgen ze het voor elkaar om zoiets geks te maken? Maar ik vind dat super awesome. Wat wij dus nu in dit geval nodig hebben zijn
Fire Chargers. Zo zie je maar weer mensen. Ze komen ooit toch nog van pas, die Fire Chargers. Hoppatee. We hebben een bucketje met lava nodig. Zo. En kunnen wij hier alvast dit ding maken. En voor de mensen die afvragen van Duffy, wat ben je nou in godsnaam aan het maken hier? Dit is natuurlijk voor de pickaxe die we uiteindelijk gaan maken. Dit is dan, heeft dan te maken met het autosmelten. Dus daar heb je gewoon een lava crystal voor nodig. Die doen we ondertussen eventjes hierin. Hoppatee. We zijn hier al onze lapjes lazuli inmiddels wel van kwijt. Maar goed, maakt niet uit. Zo, dit daar ondertussen weer hierin. We nemen de lege buckets mee voor de lava. En voor de rest mensen, ja, kan ik eigenlijk niks anders zeggen dan... We moeten gewoon eventjes terug naar de freaking Nether toe. En daar moeten wij gewoon op zoek nu naar supplies, om zo maar te zeggen. Dan weet ik ook dat mensen zeggen, ja maar Duffy, je hebt ook hier nog je living metal pickaxe. Die heb ik hier ergens. Klopt. Maar ik heb toch liever een gemodified ding wat ik zelf kan maken. Waardoor ik een pickaxe heb waarmee ik dus 3x3 blokken kan wegminen. Waardoor het meteen gesmolten is, et cetera, et cetera. Heb ik liever dan dat ik deze heb. Ook al zal deze natuurlijk goed zijn. Ik wil toch de next level shit hebben. Dus vandaar dat ik daar toch voor heb gekozen om dat te gaan doen. Deze flikker ondertussen hierin. We nemen nog wel even een extra staf mee. Omdat we dan makkelijk een huis kunnen voor het geval dat. We hebben eten bij ons. Deze hebben we hier natuurlijk voor nodig. Onze extra botten die we nog een keer nodig hebben. Om natuurlijk een extra hart te maken. En voor nu kan ik eigenlijk maar één ding zeggen. Dat is, wij moeten nu even de nether in. We hebben sowieso namelijk nog één nether star nodig. Gewoon in ieder geval de skills nodig, just to be sure, want oh for fuck's sake, ik wil namelijk nog gewoon door ermee. Dus we moeten sowieso nog wel eventjes verder met die shit. We zien hier in ieder geval meteen een kerstdoel, gaan meteen hier naartoe. Want ja, die shit heb ik gewoon nodig om, zowel natuurlijk als ik dit zwaar nog wil gaan upgraden. Wat natuurlijk kan, jullie de kijkers kunnen natuurlijk altijd dingen achterlaten van, yo Duff, je hebt dit of je hebt dat nodig en dan kan ik me daar natuurlijk nog mee bezig gaan houden. Maar het heeft ook met name te maken dat ik gewoon nog extra shizzle, maar de nizzle nodig heb. Ook voor een pickaxe, voor extra modifiers erop te kunnen zetten. En ja, we hebben gewoon nog even gewoon wat nether skulls nodig. Hoe heet die beesten? Nether skeletons, nether pigmans kappa. In ieder geval die nether mobs, die hebben we nodig. En of course lava. Dat is natuurlijk ook iets wat belangrijk is, lava. En die beesten moeten gewoon overal random hier ergens in dit kasteel gaan spawnen. Dus ja... We hopen maar gewoon op het beste dat ze hier zullen gaan spawnen. Hello, it's me. We gaan even hier langs en dan iets... hoe groot is dit kasteel überhaupt? We hebben hier ook nog een heel groot kasteel. Misschien moeten we daar naartoe gaan. Want we zijn nu natuurlijk hier, maar misschien moeten we gewoon even naar een heel ander kasteel toe gaan. Dat daar gewoon wat andere mobs zitten, weet je wel. Dat bij andere mobs daar in ieder geval iets spawnt wat wij hier nog niet hebben. Misschien moeten we dat gewoon even gaan proberen. Terwijl ik nu ook bedenk dat ik mijn skill armor aan heb staan. Nou ja, goed, dat maakt niet zo heel veel uit op zich, maar... Het is niet helemaal de bedoeling natuurlijk dat ik dat keer eigenlijk hier ook nog heb. Maar goed, ik heb het nou eenmaal toch aan en ja, dan hou ik het ook maar gewoon aan. Ik kan het uit gaan trekken, maar dat is weer te veel risico's wat dat betreft dat ik doodga. Dus dat vind ik ook niet zo fijn wat dat betreft. Kom ik hier nog ergens uit of wat? Jemig zeg. Nou, het ziet er nou uit van niet. Maar goed, we gaan hier gewoon even omhoog, I guess. Of was het niet zo slim om te doen wat ik nou aan het doen ben? Ik weet het ook niet hoor. Ik weet het ook allemaal niet wat ik aan het doen ben. Ik wil er gewoon uit jongens, ik wil eruit. Laat me er fucking uit. Oké. Okay. Ja, ergens moet ik zo meteen wel eruit kunnen, right? Dus gaan gewoon hier nu kaart naar beneden minen, gewoon. Gewoon nu hier naar beneden, misschien dat het werkt. Dan kom ik hier ergens uit. Ja, oké. Okay. We zijn ergens uitgekomen. Fucking awesome, dat is natuurlijk ook wat ik wou. Ik wou gewoon even weg hier. We gaan ondertussen gewoon hier naar boven toe. Hop. En hier komen we nu ook niet uit. Oké, dan gaan we nu hier toch weer terug naar beneden toe. En dan gaan we deze kant op. Hoppatee. En kan ik hier dan hier uit, jongens, alsjeblieft? Hello, it's me. Mag ik er hier ergens uit? Oh my god, ik zit in zo'n cave, zeg maar. Want hier ergens moet wel een ding zitten of zoiets. Dit is niet helemaal slim wat ik heb gedaan. Ik had misschien beter gewoon kunnen gaan lopen. Maar ja, we zitten nou toch al er helemaal in. En als je er helemaal in zit, dan zit je er helemaal in. Kappa. Wil je weer silk touch-up hebben? Dat is wel goed. Nou, hier schieten we helemaal niks meer op. Dit is gewoon kansloos tijdverspilling, Duff. We gaan snel terug. Oh, we gaan snel terug hier naartoe. Waar we ooit ergens vandaan kwamen, weet ik nu al niet meer. Fuck. Ik ben legit verdwaald. Nu al. In de fucking nether. En ik ben er pas net. Really? Oké, we gaan snel deze kant op zo. Fuck deze bullshit. En we kwamen... Wacht even, waar kwamen we überhaupt vandaan? Kwamen we hier vandaan? Ik weet het niet meer. Nou, dit meen je niet. Oh, we kwamen hier vandaan. Mooi zo. Oké. Hier zien we namelijk echt niks meer op bedenken nu in één keer. Kijk, beter gewoon via het netherkerst gewoon terug gaan lopen dan... Wat ik nu aan het doen ben, want dit gaat echt helemaal nergens over. Dit gaat echt helemaal nergens over. Hallo Blaze, ik zoek de uitgang, dat is hier naartoe.
Oké, hier naartoe. En dan... Weet je, we kunnen voor mij hier wel even open gaan breken. Dat we hier eruit kunnen, right? Of niet? Nee, niet. Oké, dan. Ook weer niet. Oh, mensen. Loopt nooit zomaar een nether in, kappa. Voor je weet zit je vast. Opgesloten in een nether. Oké, we zijn eruit. Hè. Goed. Wij gaan nu eerst... Even kijken, hoor. We gaan eerst even hier naar boven toe. Zo. Oké. We moeten dus die kant moeten we op, right? Ja, we moeten een beetje meer deze kant op. Oké. Want hier ergens moet namelijk ook een heel erg groot kasteel of zo nog zitten waar ik naartoe wil. Dus wij vliegen hier lekker doorheen. Maar we zien niet wat we willen. Waarom zien we niet wat we willen? We moeten daarvoor, waar zitten wij nu? In godsnaam hier. We moeten hier naartoe nu. God dang it. Wow! What the fuck ben jij? Een heat scar spider. What the fuck, grap? Flaming strings. What the fuck, grap? Oké, dan. We hebben in één keer flaming strings. Ja. What the fuck? We hebben ook weer van deze fucking glowing dingen. Die nemen we ook gewoon mee, want die kunnen handig zijn. Kappa. Ik weet er niet waarvoor, maar die kunnen handig zijn. What the fuck is dit dan? Dark wood sapling. Ja, nee, tuurlijk. Dat had ik echt nodig. Teringast. Wat is dit dan voor boom? Wat is dit dan? What the fuck is dit? Oh, je word je ziek van, joh. Oh, laat me eruit, joh. What the fuck, man. Oké, daar moeten we ook niet te veel mee kloten. Hoi, wil je gast? Luister. Jij bent dood. Zo, oké. Jij wordt ook niet zo stoer nu, jij. Want jij gaat ook dood. Oké, hoppatee. En wij gaan even hier nu landen. Hoppatee. We pakken gewoon even nu wat lava. Dik. Hoppatee. En we kunnen door. Ik weet niet wat dit is. Lightberry. Ik vind het mooi. Neem me mee. Geen idee, maar misschien dat we het ooit nodig zullen hebben. You never know, toch? Oké, we zien hier weer een heel groot kerst. Want dat is natuurlijk de reden waarom ik hier naartoe bouw. Even kijken, kunnen we hier gewoon makkelijk naar binnen? We kunnen hier heel makkelijk naar binnen, hoppatee. Mensen, wij gaan dan hier in ieder geval morgen verder. We hopen dus dat we hier morgen dan eventjes nog wat skulls vandaan kunnen toveren. Zodra we dan die skulls hebben, kunnen we dan doorgaan om dus de pickaxe te maken. In de tussentijd mag je natuurlijk altijd ook tips achterlaten over bepaalde upgrades die ik hierop kan zetten. Maar we moeten de komende tijd dus even gaan minen, supplies gaan verzamelen en wapens gaan maken. En dan uiteindelijk naar de Twilight wereld gaan. Maar dat gaat nog wel komen waarschijnlijk binnenkort. En als iemand er nog weet hoe we uiteindelijk die mining fatigue weg kunnen krijgen, please let me know in de reacties. En vergeet dus niet, mensen, dit is geen Hexit 1.6.4. Maar een versie daaronder, dus dat is net eventjes allemaal wat anders. Voor nu, mensen, bedankt jullie enorm voor het kijken naar deze aflevering van Hexit. Mocht je het leuk hebben gevonden, vergeet niet even te liken, te reageren, te abonneren. En ik hoop natuurlijk allemaal morgen weer te zien bij een nieuwe video. Later, mensen.